en welkom terug op mijn kanaal. Echt, ik schaam me dood om het te doen, want ik doe het elke keer. Maar, ik ga jullie beloven, het is nu een beetje de bedoeling dat ik maandelijks ga uploaden voor jullie en dat er dus ook een maandelijkse vlog komt. Nu zijn we dus echt net terug van Dubai en heb ik daar ook een beetje lopen vloggen, zodat ik een beetje in kom, want ik wil dit echt graag aanhouden. Nou, even nog over Dubai. Oh guys, Dubai was heerlijk. We zijn er voor de eerste keer 2 keer naar Dubai gegaan. Voor het eerst keer naar een appartement, we gingen altijd naar het hotel. Maar met een kindje, met een baby vooral, is een hotel eigenlijk helemaal niet zo fijn. Dus we gaan voor een appartement. En echt, het appartement was zo perfect gelegen. Ik liep gewoon letterlijk naar Dubai Mall in 2 minuutjes. Dat was het nou max 5 minuten. Ik had alles in de buurt. Perfecte uitzicht. Echt heerlijk. We hebben genoten. En het vond ook echt helemaal geweldig daar. Ik keek echt zijn ogen uit. En ja, zeker voor herhaling vatbaar. En zeker een andere ervaring dan we hadden in Griekenland. Want dat vond ik echt, echt gewoon een hel. Dacht ik, ga nooit meer reizen met een baby. Maar guys, met een perfecte bestemming, met de juiste bestemming, kan je ook gewoon lekker relaxen. Dus mocht je nog twijfelen om met een baby op vakantie te gaan, just do it. En ik weet niet of jullie eens is opgevallen, maar we hebben tegenwoordig traphekjes. Mijn kleine jongen is, die kan al trap lopen, guys. En echt. Niet op een normale manier. Deze jongen is zo snel. Ik moet er gewoon achteraan rennen. Laatst was ik dus aan het bellen. Ik was dus aan het wachten op iemand thuis. En die ging dan wel slapen. Dus ik dacht, ik ga even bellen. Van waar ben je? En zij zegt van, ik kom iets later. En ik ging op. En opeens denk ik van, waar is Asset? En ik ga zoeken. En ik hoor opeens gewoon gestopt. Zo top, top, top. Dus ik kom bij de trap. En deze jongen was gewoon letterlijk bij de laatste treden boven. Guys, echt. Hartaanval gewoon. Echt, ik bedoel, God heeft hem gewoon beschermd. Als hij van de trap was geflikkerd, helemaal van bovenaan. Echt gewoon een groot probleem. Maar daarna dachten we gelijk, we gaan een traphekje zetten. En die zijn er dus nu ook op de zolder. Want hij gaat ook naar de zolder toe, jongens. Ja, deze jongen wordt groot. Echt niet normaal hoe snel dat gaat. En ik moet ook echt zeggen, guys. Deze periode met SCI nu is wel echt een periode waarin ik echt ben gestart met het genieten van moederschap. Niet dat ik daarvan, niet dat ik hiervoor niet ervan heb genoten. Maar wel veel minder. Het was meer van slapeloze nachten, stress, bla bla bla. En nu heb ik eigenlijk het gevoel van, ja, het wordt nu een beetje relaxed. We beginnen elkaar een beetje te begrijpen. En het wordt gewoon veel leuker. Dus mochten er moeders kijken die denken van, oh mijn god, gaat het ooit nog goed komen? Ja, het wordt echt veel beter en beter en beter en veel leuker met de dag, vind ik zelf persoonlijk. Voordat ik begin met de vlog van Dubai, wou ik jullie nog even mijn bed showen. Ik heb net mijn bed opgemaakt. Ik ben helemaal trots op mezelf. Ik hou van deze kleuren. Ik ben dus helemaal opeens into de kleur grijsje. Dus de combinatie van beige en grijs vind ik helemaal mooi. Ik heb dus laatst gordijnen gekozen, want we krijgen toch gordijnen. Ik vond jaloezie in huis eigenlijk toch niet zo'n goed idee. Dan helemaal niet meer schoonmaken. En die gordijnen worden dus ook grijsje. Dus echt, dit is mijn favoriete kleur op dit moment. Nou, zoals mijn outfit is nou grijsje, guys. Ik heb dus een pantalon van de Mango en een truitje van de Mango. Heel fijne broek ook. Tussendoor even een outfit checken. Ik wou zeggen, zoals jullie weten, wij een bed van Emma. En ik ben echt zo blij met onze bed, guys. Echt perfecte kleur, perfecte stof. Helemaal persoonlijk samengesteld. Kan je ook doen. Zelfs de pootjes kan je zelf uitkiezen. De kussens hebben wij van Emma. De beddengoed hebben wij van Emma. Ik ben echt zo blij ermee. En nu ga ik naar de volgende stap, guys. Ik heb nu ook een slaapbank van Emma besteld. En ik wist echt niet wat ik ervan moest verwachten. Ik zag hem een keer langskomen. En die was dus ook echt beige. En ik dacht, ja, deze moet ik gewoon hebben. Het past gewoon perfect bij mijn huis. En in de zolder hebben wij nu een slaapbank van IKEA. En ik dacht, nee, ik wil die slaapbank gewoon daar. Want eerlijk is eerlijk, het maakt het huis gewoon perfect af. Dus ik ga jullie die even showen. Let's go naar de zolder. Kijk dan, guys. Dit is hem. En ik zweer, op beeld is die veel minder mooi. Maar kijk de stof. Kijk, het is hier een beetje donkere belichting, want we zijn op de zolder. Maar ik heb even de flits aangedaan, zodat jullie de stof echt goed kunnen zien. Maar het is dus de Emma Luxe slaapbank. En je hebt hem dus in 2 kleuren, in grijs en in beige. En ook dit is weer een beetje, vind ik, beige-grijs. Vind ik zelf heel erg mooi. Je kan hem dus natuurlijk uitklappen. Dus 1-persoonsbed, maar je kan er ook 2-persoonsbed van maken. En deze slaapbank heeft dus het dikste matras die er is. En echt, guys, ik kan hem echt, echt, echt aanraden aan jullie. Dus guys, mochten jullie op zoek zijn naar een mooie luxe slaapbank voor thuis, die lekker bij je interieur past, zelfs in een woonkamer, als je gewoon een bank wil waar je ook gelijk een gast kan ontvangen,
Dan heb ik voor jullie nu een kortingscode, Mirjam, waarop je echt een heel mooie korting krijgt. Als je de bank nu bestelt via mijn link in de beschrijving. Alle overige informatie staat in de beschrijving. En ik zal hier ook alles noteren voor jullie. Een hele goede morgen, guys. Wij zijn inmiddels al een weekje aan het genieten van de zon in Dubai. Wij verblijven momenteel in een appartement. Ik heb het even voor jullie allemaal gefilmd. We hebben ervoor gekozen om dit keer in een appartement te verblijven. We gaan eigenlijk altijd naar een hotel. Maar de laatste keer dat we in een hotel zijn verbleven was in Beekse Bergen. En ik merkte echt dat mijn baby echt totaal niet chill was om in een hotel te verblijven. Dus was het denk ik tijd om voor de eerste keer voor een appartement te gaan. We zijn heel erg blij daarmee. Ik kan ook heerlijk elke dag hier wasjes doen. Dat is met een baby zoals jullie weten echt een beetje lastig in een hotel. We hebben hier dus ook een wasmachine en een droge. Echt heel chill natuurlijk met een baby. Maar ook voor mezelf. Heb je dat ook als je op vakantie bent dat je denkt van... Ik heb echt zoveel meegenomen, maar ik heb één specifieke outfit die ik gewoon elke dag aan wil. Omdat die gewoon zo chill is. Want dat heb ik gewoon met deze jurk. Het is een heel lange maxi jurk en echt zo lekker veel stretch erin. Ik kan er lekker overal comfort in. Dus deze was ik ook echt bijna elke dag. Want ik heb hem bijna elke dag aan hier. Echt heel erg. Maar ik ben me aan het klaarmaken, want ik heb dus 3 dagen geleden mijn haar gefund in Dubai. Ik was er eigenlijk helemaal niet zo blij mee, maar waarom ik het eigenlijk voornamelijk doe, is omdat ik het gewoon heel erg chill vind met een baby. Want met krullen, jullie weten hoe dat moet, moet je helemaal weer nat maken, funen, dit en dat. En het moment waarop ik mij klaarmaak is meestal wanneer hij zit slapen, dus dan wil ik eigenlijk niet de fun en zo aandoen, dus dan... Doe ik meestal een knotje of zo in. Maar ik heb gewoon hier zin om mijn haren wel te doen. Maar met stijl haar is het gewoon wat makkelijker. Al doe je een staartje of zo in, zie je er alsnog best wel cute uit. Dus ik dacht, laat mijn haar gewoon lekker feunen. Mijn haar is alweer een beetje vies, want ik heb echt vettig haar gekregen. Ik weet niet wat het is met mijn haar. Helemaal veranderd na mijn zwangerschap, maar ik heb vettig haar tegenwoordig. En ik had altijd heel droog haar. Maar ik ga het weer lekker laten wassen. En dan ga ik weer voor een blow dry. En ik neem jullie vandaag een beetje even mee wat we hier allemaal in Dubai aan het doen zijn. Maar dit is een beetje een andere soort dag. Want vandaag is het een beetje meer self-care day voor mij in Dubai. Dus misschien ook wel leuk om jullie daar mee te nemen. Even lekker snel een crème op. Vergeet mijn olietje op te doen. Ready to go. Ik ben onderweg naar de kapper. Het is vandaag iets warmer dan normaal. We hebben de hele week ongeveer 25 graden gehad. Het is vandaag 28 graden. Maar in het zwembad was het eigenlijk best wel koud. Maar zo lekker lopen in een jurkje. Maar zo in een jurkje lopen is echt perfect. Ik heb mijn Red Bull mee om te overleven. En ik moet letterlijk iets van 500 meter lopen. Echt om de hoek. Ik heb de vorige keer mijn haren gedaan in Dubai Mall, was ik niet zo blij mee. Dus ik ga gewoon even een andere kapper uitproberen in de buurt. Ik weet niet eens of ze plek hebben trouwens, want ik heb niet eens gebeld en een afspraak gemaakt. Dus ik hoop van wel. Guys, kijk hoe mooi ze mijn haren hier hebben gedaan. Echt niet normaal. I love it. Ik ben echt heel blij. Dit is de eerste keer dat ik echt zo blij ben na een föhn, na een blow dry. Guys, hoe mooi hebben ze mijn haren gedaan. Ik ben echt zo happy. McDonald's had a farm. Hallo. Lekker. Lekker. She loves the vegetables. En mama is een salade aan het eten. Oh ja, yeah, eten met mama. Hoezo? Yeah. Power. Oh
onderweg naar de supermarkt. Hey, deze jongen is altijd aan het dansen. Hey. Dus vandaag is echt mega druk. Want het is zaterdag en we zijn het vergeten. We konden het beter vandaag skippen om naar de mall te gaan. Oh, what's up? Kijk, wij zijn nu bij de supermarkt en ik laat jullie even zien wat ze allemaal voor lekkers hier hebben. Kijk, alle fruit, sapjes. Maar we gaan even naar een andere afdeling. Hier heb je dus warm eten. Kijk, het ziet er hier echt gewoon goed uit, warm eten. Kijk, ze hebben hier dus zelfs butter chicken. Echt niet slecht hoor. Samosa. En heel veel kip. De olijven. Hij is het alweer zat. De olijven zien er heerlijk uit. Ik weet niet of het lekker is, maar ik ga het gewoon even uitproberen. Het ziet er echt heerlijk uit. Nou, we hebben dus net boodschappen gedaan. Eigenlijk was het voornamelijk voor Azet. En hij liep echt de hele tijd te schreeuwen daar. Dus we hebben het echt ZSM gedaan en zijn weer teruggekeerd naar ons appartement. Ik ga me even snel klaarmaken. Nesim en ik gaan even vandaag even alleen uit eten. En we gaan naar de City Walk. Dus ik heb even klaargemaakt. Ik heb een jurkje aangedaan van ASOS. Echt heel cute het jurkje. Beetje Spaanse vibes. Ik doe heel veel blush op vandaag. Weet je wat ik echt niet snap? Hoe chicks met stijl haar hun haren doen en dan de hele dag door gewoon mooi blijft. Like, hoe doen jullie dat? Want ik heb krullen en het zakt al naar beneden. Maar hoe doen jullie dat dan? Want kijk, als ik eenmaal naar de kapper ben geweest, ik heb geen steltang bij. Ik heb geen krultang bij. Dus dat is gewoon mijn haar. Ik heb misschien een olietje in ofzo, maar dat is het. Want het is echt balen, want het is weer in elkaar gezakt. Je kan op de achtergrond trouwens net zien met SZ horen. Maar nu ik dus op vakantie ben en in Dubai ben, probeer ik wel iets meer moeite te doen dan thuis. Want daar draag ik echt niks behalve een getinte dagcreme tegenwoordig en een liplinertje. Guys, ik ben aan het wachten op Nessie, maar hij is even naar de gym. En ze slaapt nog. Daarna gaan we even lekker samen eten. Maar ik heb dus altijd deze vlogcamera gehad. Ik ben nu aan het vloggen met mijn camera, met mijn mobielcamera. Maar blijkbaar kan je dus hier heel mooie foto's mee maken. Maar ik heb het geprobeerd, dus ze waren echt strontlelijk. Dus ik heb het even opgezocht. Blijkbaar gebruiken ze bepaalde instellingen, waardoor dus de foto's echt mooi worden. Dus ik ga deze instellingen nu even opzoeken. Dan ga ik het even op mijn... de camera ook allemaal even instellen. En dan laat ik jullie weten hoe mijn foto's zijn geworden. Ik ben echt heel benieuwd. Ik wil echt zulke mooie foto's. Ik heb ze voorbij zien komen. Ik dacht, ik moet dat hebben.
Wij zijn nu bij de Citywalk en wij gaan nu even vandaag voor het eerst sushi eten in Dubai. Dus ik ben benieuwd of het lekker is. En wij gaan lekker buiten zitten. Het is heerlijk weer namelijk. Very nice. Yeah. Okay. Ja, dit is misschien niet de juiste manier, maar het is mijn manier. Nesim gaat me even leren om met stokjes te eten. Alsof je gaat schrijven, maar dan met je middelvinger. Ik moet op elkaar halen. Wat? Ja, alsof je gaat schrijven, maar dan met je middelvinger. Hey, ik laat hem hierop leunen, zie je dat? Oh, ja. Ja, zo. Iets meer zo. Ja. En dan deze andere, zet je hier tussen je duim, ja, en dan iets hoger. Ja, en dan? Kijk. Oh, wacht, dan moet deze ook hoger. Ik heb hier te dikke vingers voor. Dus we moeten iets meer uit elkaar. Ik heb hier echt te dikke vingers voor. En dan kan je zo iets pakken. Oh, yeah. Ja. Het klopt nog niet. Ja, prima. Alleen je moet hem denk ik iets lager of hoger houden. Je moet voor jezelf even bepalen. Yeah. Kijk, zie je? Prima. Goed. Wij hebben dus crispy lobster besteld. En ik heb geen idee wat we hebben besteld. Lekker? Fishy. Onze sushi is er, guys. Ik ben heel benieuwd of het hier lekker is. Echt wel. Kun je dat zien? Ja. Een cijfer voor onze sushi. 7,5. Prima. Niet gek, gewoon lekker. Ja. Prima. De tartaar was echt lekker. Prima. Goedemorgen, guys. Wij zijn weer wakker. We zijn ontbijten. Ik heb gisteren dus voor mezelf deze pannenkoeken van de supermarkt gehaald. Er zit Nutella in. Echt super lekker. Mama eet Nutella pannenkoeken. Het zei die ik boterham. Oh, net oké. Ik ben dus de was aan het doen. En ik ben hier dus echt achtergekomen geen wasmachine door. Het tweede in is dus wasmachine en drogen. Want het duurt zo lang voordat alles klaar is. Dat ten eerste, en ik heb er geen geduld van, want ik heb echt wasjesdagen. En als je dus een droger hebt en een wasmachine, dan kan je gewoon twee wasjes tegelijkertijd doen. Dan kan je dus twee wasjes tegelijkertijd doen. Maar hier duurt het heel lang. En als het droger klaar is, is het allemaal zeg maar al het vuiligheid van de droger. Het zit allemaal in een rubberen band. En het is zo irritant om schoon te maken. Dus nee. Een wasmachine en los een droger is nog steeds de beste optie. Als je hier naar kijkt en je was van plan om zoiets te halen, doe het niet. Echt irritant. Lieve mensen, ik heb misschien iets heel boms gedaan. Ik ben een lekker koffie aan het drinken, maar ik ben dus niet naar de kapper geweest. Alleen, ik heb mijn domme hoofd mooi laten knippen. En ik vind het stelhaar heel mooi, maar ik denk dat ik echt zo'n spijt ga krijgen als ik straks op mijn krullen heb. Want ik denk echt dat het niet gaat komen. Ik weer te klagen en gewoon te genieten van het moment, want ik vind het nu nog mooi en ik heb totaal geen spijt. Maar als ik een stelhaar zou hebben, dan zou ik echt zoveel lager knippen. Vind ik echt zoveel mooier dan zo'n plat haar bij mij. Maar ja, met krullen is het een beetje wat moeilijker, zo'n pony. Ik ben trouwens in mijn eentje lekker koffie aan het drinken. Ik kan echt zo erg genieten van dit soort momenten. Oh, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Lekker naar de gym geweest, jongen. Is dit available? Ja.
zoals je zit, zijn we weer aan terug naar Nederland. Nessie zit naast me. Het was echt een beetje een slaap, want we hebben soms echt zo erg aan het gillen. Normaal. Maar wij vroegen het niet zo snel als het valt, dus echt helemaal prima. Kijk, we hebben al heerlijke drankjes binnen. Voor Nessie een colaatje, voor mij een virgin mojito met lekkere nootjes en olijven. En nu moet ik Nessie elke keer een paar nootjes geven. Look at that, hey, hey.